الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله صفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلن يضر الله شيئا أما بعد فيقول الله جل وعلا في محكم التنزيل بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول رب جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أسأله جل وعلا أن نكون من الفائزين Mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons leiden naar het goede en ons insha'Allah jalla wa ala een mooie plek geven in het paradijs. Amina ya rabbal alamin. Beste broeder en zuster, we zijn vandaag weer bijeengekomen in deze mooie moskee om een poging te wagen, een poging te proberen om weer dicht bij Allah ta'ala te komen. En inshallah jalla wa ala, is het feit dat je in de moskee zit, ben je in staat om die khushu', om die barmhartigheid, om die zoetigheid van de iman te kunnen proeven. Moge Allah jullie harten openen voor elke vorm van inspiratie inshallah jalla wa ala. Beste broeder en zuster, wij leven in een samenleving waarin de complexiteit alleen maar groeit. Vooral als je kijkt naar je eigen uitdagingen die je hebt in de samenleving. Vooral in de context waar we nu in zitten, en ik heb de afgelopen vrijdagen waar overal wij komen daarover gesproken en over gepreekt. Als we kijken naar de negativiteit die in de samenleving sterk aanwezig is. Populisme die een grote gehalte neemt in het publiek debat die gevoerd wordt. Verkiezingen natuurlijk, hè, die ook een extra rol met zich meebrengen. En subhanallah, ik was getriggerd, beste broeder en zuster, door een artikel wat ik in een van de kranten had gelezen. Als het gaat hoe dat genoemd wordt in het publiek debat, plan B. Plan B, volgens mij hebben een van jullie dat al gelezen. We zien het allemaal niet meer zitten. De uitdagingen zijn te groot. We vinden het allemaal eng. En ik voel me niet meer thuis. Ik voel me niet meer wie ik ben. Ik wil ergens anders naartoe, want ik kan het niet meer aan. En beste broeder en zuster, als er een geloof is die jou inspireert om altijd hoop te hebben in het leven, dan is dat de islam. Als er een geloof is op aarde die jou inspireert, ongeacht in welke positie je nou in bevindt, of je het nou moeilijk hebt in de samenleving,
Of je even op slot zit, even met jezelf zit. Of je het even niet meer zit zitten. Of omdat de uitdagingen en de problemen te hoog zijn geworden voor jou als individu. Zie je dat de islam in staat is om jou hoop te geven, ongeacht in welke problemen je bevindt. En beste broeder en zuster, hoop hebben in het leven is een belangrijke aspect om je leven op een normale manier te kunnen voortzetten. Ik spreek van jongeren die geïrriteerd raken door uitspraken die ze in de samenleving zien. Ik spreek van jongeren die met hun ik zitten, met hunzelf zitten, niet meer weten hoe ze hun leven moeten opzetten. Ik spreek jongeren die schulden hebben, financiële schulden. Ik spreek jongeren die even met hun persoonlijkheid zitten, innerlijke uitdagingen met zichzelf. En wat we niet vooral moeten doen, beste broeder en zuster, is ons problemen laten aanpraten. Ik zeg het nog een keer. Ons problemen laten aanpraten. Dat we alleen maar in problemen leven. Want Allah zegt in de Koran. Hij zegt, wala ta'asu min rahmatillah. Wees niet wanhopig. Wala ta'asu min rahmatillah. Innahu la ya'asu min rahmatillah illa al-qawm al-kafirun. Zegt Allah Ta'ala in de Koran. En als we kijken naar de essentie van de boodschap van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, is dat hij is gekomen sallallahu alayhi wa sallam om mensen los te trekken van wanhoop. En mensen hoop te geven in het leven dat ze in staat zijn om een goede leven te kunnen bouwen. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt in zijn uitspraken waarin hij tegen mensen zegt hoe zij hun pleidooi zouden moeten uiten. Bashiru wa la tunaffiru. Yassiru wa la tu'assiru. Bashiru. Laat mensen het goede geven. En weet niet iemand die alles complex maakt. Zoals, ik zeg altijd, de deskundige onder ons. Als je een IT'er inhuurt. Omdat jouw bedrijf op IT-vlak beter moet gaan lopen en je zegt van, kan je even een quickscan voor me maken? Dan zegt hij, broeder, weet je, echt probleem, weet je, wat veel problemen. Hij maakt je helemaal bang. Ik denk, komt de offerte van hier tot Tokio. Nee, best chill. Het komt allemaal goed, inshallah ta'ala. En dat komt goed, komt ook echt goed. Best chill, wat dat zo'n effect. En als we kijken naar de pleidoois naar elkaar, beste broeder en zuster, tot de dag van vandaag in de samenleving met elkaar, dan zie je dat wij deelnemen aan het feit dat wij problemen aan elkaar aan het aanpraten zijn. Ik zeg niet dat je problemen niet moet agenderen, moet je zeker doen. Maar je moet mensen inspireren om uit die negativiteit te komen. Dat ze in staat zijn om een goede leven te kunnen bouwen. De Koran, die heeft ons een hele mooi verhaal verteld over mensen, over een persoon, over een profeet die in staat is geweest, ondanks de grote problemen die hij heeft, om hopig en hopig te blijven, dat hij in staat is om een goede leven op te bouwen. Wat is het ergste dat je kan meemaken, beste moeder en zuster, in jouw leven? Wat is het ergste dat je kan meemaken? Even de vaders en de moeders onder ons. Stel je voor, je bent een vader en je hebt een hele prachtige mooie zoontje. Bij jou mogen Allah hem, inshallah ta'ala, een mooi leven geven. Zeg amin aan al onze kinderen en al onze mensen in de samenleving, inshallah. En als vader, je hebt 5 zoons. Ja, dat waren de echte vaders vroeger, hè. Die hebben je maar 2, 3. Mooi, oké. Vader, je hebt 5 zoons. 5 zoons. En op een gegeven moment word je op een dag geconfronteerd dat een van jouw zonen er niet meer is. Ze komen, ze waren met z'n 5 weggegaan, lekker aan het spelen en ze komen terug en ze zeggen tegen jou, oh papa, de jongste zoon van jou, die was met ons aan het spelen en op een gegeven moment was er iets gebeurd waardoor hij nu overleden is en hij komt bij jou terug met dit bericht.
Hoe zou je je voelen? Ja, vaderschap jongens. Wie is de vader in de zaal? Vaderschap. Heel veel mensen zijn de vader in de zaal. Jij voelt hem, hè? Vaderschap. Oké. Maar je bent eigenlijk erachter gekomen dat niet jouw zoon er niet meer is, maar dat de andere zonen voor jou ervoor hebben gezorgd dat ze die kleine zoon die jij lief hebt, dat ze die even hebben verbannen. Dus en je bent die zoon kwijt en je komt erachter dat er een familieprobleem bij jou aanwezig is waarin er een haat en naai is tussen zonen onderling. Hoe zou je je voelen als vader? Hoe zou je je voelen als vader? Ik zal jullie eerlijk zeggen, broeders en zusters. Ik heb 2 kinderen. En mogen Allah al jullie kinderen een mooie leven geven. Maar ik denk bij mezelf, ik kan alle problemen aan in het leven. Behalve als er iets met mijn kinderen gebeurt. Dan zou ik niet meer in staat zijn om een normale leven te kunnen leiden. En Allah subhanahu wa ta'ala heeft dit verhaal over Sayyiduna Ya'qub in de... Dus niet Ya'qub van de Bron, maar Sayyiduna Ya'qub. De profeet Ya'qub alayhi salam in de Koran gesproken. In de Koran zei Yusuf alayhi salam tegen zijn vader Inni ra'aytu ahada ashara kawkaba wa shamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin. Hij vertelt een droom aan zijn vader. Ik heb wat gezien, ik heb sterren gezien die voor mij neerbuigen. Inni ra'aytu ahada ashara kawkaba wa shamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin. En wat zegt Ya'qub tegen zijn zoon? Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kayda inna ash-shaytana lil-insani aduwwun mubin. Hij zegt tegen hem, vertel dit verhaal niet aan jouw broers. Dan zullen ze jaloers op je zijn. En hij zegt, weet dat de shaitan een hele negatieve rol kan hebben in de relatie tussen jou en jouw broers. Beste broeder en zuster, er kwam een moment. En ik probeer even aan te geven hoe belangrijk het is om hoop te blijven hebben in het leven, beste broeder en zuster. Ondanks hoe groot het probleem is. Er kwam een moment dat Ya'qub, die zag dat zijn andere zoons die kleine zoon niet meer zo leuk vinden. En hij was bang, hij was angstig dat hij die zoon mee zou geven aan die broers, dat er wat met hem zou gebeuren. Zoals wij angstig zijn van de samenleving, onze kinderen die op zullen groeien in onze samenleving die best wel complex is. Het is onze samenleving. Wij identificeren ons met deze samenleving. Maar we vinden het eng voor onze kinderen. We kunnen de kinderen niet loslaten in die samenleving. Want wat natuurlijk gaat gebeuren? Die zoons die kwamen naar wat? Naar Ya'qub, naar hun vader. Laat Yusuf met ons meegaan. Achana yarta wa yal'ab wa inna lahu lahafidun. Wij zullen met hem gaan spelen. En we zullen hem beschermen. En Ya'qub zegt, nee. Mijn zoon blijft bij mij. Ook precies hoe wij op onze samenleving kijken. Samenleving is een vorm van broederschap en zusterschap in de grotere plaatje. Al die mensen die je ervaart in de samenleving, daar zou je veilig bij moeten voelen. Als ik nu kijk naar mijn zoon en mijn dochter, als jij kijkt naar jouw zoon en naar jouw dochters, dan is de vraag, durf je ze los te laten in deze samenleving van nu? En moeder. Dan ontstaat er negativiteit. Maar hoe zou je die hoop kunnen behouden? Op een dag hebben ze de vader overtuigd. En hij zei tegen hen: hier heb je Jozef. En hij zei tegen hen: jullie zullen hem niet beschermen. Want ik heb hoop in wie? In Allah. Wallahu khairun hafidun. En zo zouden wij ook naar de samenleving moeten kijken. Ik acteer in de samenleving. Ik blijf positief aan de komende generaties in de samenleving. En ik zeg dat die generaties
beschermd zullen worden. Niet door elk politiek programma die er gaat komen. Niet door allerlei debatten die gevoerd worden. Maar ik heb hoop dat Allah mijn kinderen zal beschermen en positief zal blijven over deze samenleving. لِأَنَّهُ هُوَ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمُ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ Toen zijn ze met Yusuf gaan. فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا Ze zijn overeengekomen. En يُلْقُوهُ فِي غَيَابَاتِ الْجُهْرِ Ze zullen hem in een bij de Nederlandse term heeft gebruikt. Put. Yes. Dankjewel. Put. Ze zullen hem in een grote put gaan gooien. Al-Qubu fi ayabatin jub. En ze hebben hem ook in een put gegooid. En toen zijn er een groep mensen langs gekomen die Yusuf hebben meegenomen. En ze hebben hem meegenomen naar Egypte. En de broers kwamen terug. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ Ze zijn teruggekomen. En ze zijn huilend teruggekomen. De Koran die bespreekt dat verdriet. Die heeft op een bepaalde manier beschreven dat daar een kleine dat daar iets hypocriets in zit. Zoals wij over onze samenleving praten tot de dag van vandaag. We zijn allemaal niet. We zijn allemaal niet tevreden over onze samenleving. We vinden dat onze samenleving niet integer is. We vinden dat onze samenleving niet goed is. Maar wij handelen ook vaak niet integer. Wij zijn ook niet de mensen die de oplossing van de samenleving willen gaan realiseren. Ze zijn verdrietig terug naar hun vader gegaan, maar ze zijn niet verdrietig. Want wat ze hebben gedaan? Ze hebben zelf die zoon hebben ze hem gepakt en in die put gegooid. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ En dat huilen. Ja, dat was gewoon een beetje krokodillentranen. Wij vinden de samenleving moet veranderen. Maar als ik de vraag stel, wat is jouw inbreng in die samenleving? Ja. Ik kan toch niet alles veranderen? Het ligt toch niet aan mij? Ik ben toch niet degene die alles verkeerd doet? Dan lijkt je op de broers van Yusuf die terug zijn gekeerd naar hun vader en zogenaamd aan het huilen zijn dat ze verdrietig zijn op het feit dat hun zoon, hun kleine broertje er niet meer is. Maar er komt nog een ander punt erbij. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ Het probleem is, het zit niet alleen maar in het feit dat je niet eerlijk tegenover jezelf bent, maar het zit ook in het feit dat je soms onintegen handelt in die samenleving. Want wat hebben ze tegen de vader van wat hebben ze tegen Jacob alayhi salam gezegd? O vader, we waren aan het spreken. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا O vader, we waren aan het spelen. En we waren aan het rennen. En we hadden Yusuf achtergelaten bij onze spullen. Wat zijn ze hier aan het doen? Ze zijn aan het liegen. En we hebben Yusuf bij onze spullen achtergelaten. En toen kwam een wolf. En die heeft Yusuf opgegeten. Inna kunna narta'a wa nal'ab. Tarakna Yusuf 'inda mata'ina fa'akalahu ad-dib. En weet je wat heel grappig is, hè? Dat zie je ook in de samenleving. Op het moment dat iemand een leugen aan het vertellen is, of het nou een politicus is, of het nou een wetenschap is, of het nou een persoon is, dan vertelt hij iets en dan zegt hij gelijk: en ik heb bewijs voor jullie, kijk maar. Maar wie heeft jouw bewijs gevraagd? Wie heeft jouw bewijs gevraagd? Ook deze mensen naar Jacob. En hij zegt dan: we hebben hem achtergelaten. فَأَكَلَهُ الدِّبْ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا En jij zal ons niet vertrouwen, ondanks dat wij eerlijk zijn. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِصِهِ بِدَمٍ كَرِيمٍ Toen hebben ze hem laten, wat hebben ze gedaan? Ze hebben iets gepakt, hebben ze geslacht, hebben ze een beetje bloed overheen gegooid. Dit is zijn t-shirtje als bewijs dat hij echt is opgegeten door het dip. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ En dan komt het. En dat is eigenlijk de kern van het verhaal. Broeder, ik daag je uit om je in de schoenen te plaatsen van Jacob.
Zuster, ik daag je uit om je in de schoenen te verplaatsen van Jacob. Wat zal er met jou gebeuren als je dit meemaakt? Echt meemaakt. Dit zijn geen verhalen, broeders, dit zijn geen literatuurverhalen die bedacht zijn. Dit zijn gebeurde verhalen waarin er een beschaving mee opgebouwd. Wat zal er met jou gebeuren als je dit meemaakt? Zou je negatief worden? Zou je nog überhaupt zin hebben in het leven? Zou je überhaupt nog willen leven? Jouw beste liefde zoontje is weg. En het nog erger, hij is in dit geval, zoals ze dat vertelden, vermoord door wie? Door zijn eigen broeders en zusters. De Arabieren hebben een hele mooie gedicht gezegd. En ze zeggen: وَظُلْمُ ذَوِي الْقُرْبَى أَشَدُّ مَرَارَةً عَلَى النَّفْسِ. Onrechtvaardigheid van je eigen broeders is het ergste en het hardste wat je kan meemaken, wat jouw hart niet kan accepteren. Wat was de reactie van Jacob? Wat zou jouw reactie zijn? Wat zou jouw reactie zijn? Ja, moeilijk. Begrijp je? Wat zegt Jacob? قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ. Hij zegt, ik zal geduld hebben. En de Satan heeft jullie verleid om dit te doen. En ik zal geduld hebben. En ik heb vertrouwen in Allah. Wallahu al-musta'an wa ala ma tasif. Even een kanttekening, broeder en zuster. Op het moment dat wij iets meemaken in onze leven en we zeggen: oh Allah, vergeef mij. Oh Allah, help mij. Dan is dat in de meeste gevallen is dat een vluchtroute. Omdat je even niks anders hebt. Iemand, Mshad Lusiyala, zijn auto is kwijt en hij is aan het zoeken, niks. En daarna zegt hij: waf sabila. Voor Allah. Als deze man Jacob heeft gezegd, ik heb hoop in Allah, dan is hij er 100% van overtuigd dat hij hoop heeft dat zijn zoon terug gaat komen. En hij zal zijn leven verder voortzetten en hoop blijven houden dat zijn zoon terug gaat komen. En hij wordt niet negatief, want zijn relatie met zijn andere zoon zijn heel goed gebleven. Dat zie je ook terug in het verhaal van Jacob. Het is niet zo, ik ben boos op de samenleving, dus ik ga weg, ik ga plan B realiseren. Het is niet zo, ik ben boos op de samenleving, dus ik ga me isoleren. En ik vertrouw niemand meer in die samenleving. Ik ben negatief geworden op iedereen. Nee, Jacob is zelfs nog positief gebleven over zijn zoon. En dat beschrijft de Koran ook. De Koran die beschreef een dialoogmoment tussen Jacob en zijn zoon. Waarin ze gezellig met elkaar aan het chillen zijn. Daar komt het op neer. En ze waren aan het praten en op een gegeven moment keken ze hun vader aan en ze zagen dat hij een beetje aan het huilen was. En ze zeggen tegen hem, wat is er vader? Maar wat is er? Kijk, als je op dat niveau nog contact met je vader kan realiseren, denk dat je goed contact hebt. Wat is er papa? Wat is er met jou aan de hand? Terwijl je heel iets ergens hebt meegemaakt met die zoons. Ze zegt tegen hem, ja ik had aan Jozef gedacht. En Jozef gaat nog een keer terugkomen. Weet je wat het antwoord was van de zoons? Tallahi tadkuru Yusufa hatta takuna haraman. Of takuna min al-halikin. Vader, ben je helemaal goed bij je hoofd? Je blijft nog steeds aan Yusuf denken totdat er iets met je gebeurt of dat je zal overlijden. Want heb je nou nog echt hoop dat Yusuf terug gaat komen? En die hoop bleef en bleef en bleef. En er kwam een moment dat Yusuf weer terugkwam. Beste broeder en zuster, heb hoop in je leven. En laat je niet verleiden door het negatief. En weet dat Allah altijd voor jou zal zijn. Kulhamdulillah, astaghfirullah li wa lakum, fastaghfiruhu innahu huwal ghafur.